zijn nu bij... Forever young. I want to be forever young. We zijn nu bij mijn school. Mijn vader is altijd zo, als je boven in de ochtend loopt, schreeuwen. Spreek op! Wat doen jullie? Oké, inmiddels zijn we weer onderweg naar Nederland vanuit België. We zijn daar ongeveer tot 5 uur gebleven. Nessie heeft geprobeerd mijn auto te fixen, maar ze moesten nog onderdelen bestellen, toch? Voor mijn auto? Ja, man. Dus we moeten nog even 2 weekjes wachten. En ja, nu zijn we onderweg naar Nederland. Alleen we hebben echt zo erg getrek, want we hebben eigenlijk nog niet gegeten. Dat we bij een tankstation zijn gestopt voor een cappuccino om onze maag te vullen. Ik dood uit op beeld, man. Shit. Ja, ik ook. Om onze maag te vullen, daarna gaan we ergens eten. Want ik heb straks ook nog andere afspraken die ik moet redden. Maar nu even eerst een cappuccino. Gezellig, hè? Onderweg, net zien. Leuk, hoor, Mimi. Ik heb honger. Ik heb ook echt honger. Nestim is lekker aan het tanken. En wij gaan nu even naar de wc rijden. Ik moet echt zo nodig aan het toilet. Niet normaal. En ik kan het ook niet meer inhouden. Gaan we nu? Samen naar de wc. Wat gezellig zeg. Oh, lekker een cappuccino. We zijn inmiddels bij mijn lievelingsrestaurant. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Even kijken. Alfanos. En hier hebben ze echt lekkerste eten uit het Midden-Oosten. Dit vind ik echt een heel lekkere restaurant uit het Midden-Oosten. Maar ik vind Bab El Hara ook echt heel erg lekker. Daar ben ik ook heel lang niet geweest. Maar hier haal ik eigenlijk altijd mijn eten als ik Irakees wil eten. Dus we gaan vandaag weer even cozy halen. Met lekkere bamje. En dan gaan we zo even lekker thuis eten. Lieve katjes! Hi, baby! Hallo! Ja, Dina is weer fit. Ik heb vandaag de dierenarts gebeld. Om te vragen hoe lang ze het jasje nog aan moet doen. Maar het moet in totaal 2 weken. Lieve kind. Allah. Oh, lekker. Oh. Dit is onze eten. Tabula. Fatous. Dat is een salade met geroosterd brood. Fucking lekker. Waarom zeg jij dat tabula? Zo noemen wij het. Maar nee, hoe zeg je dit Arabisch? Zeg je het echt Arabisch? Tabouli. Precies. Het is gewoon een heel verschillend per persoon, maar oké. Okay. Rijst, bamje en kozzi. Wat? Ik zeg hetzelfde als op Nederland zeggen hummus. Ach man. Hummus. Zeg maar, jij? Hummus met tabula. Jij kent de tabula niet eens voor mij. Hey, jij nog tabula gegeten? Ach man. Nee, hij kende het niet eens voor mij. We hebben het over. Het is hummus en tabula. Zo, wij hebben heerlijk gegeten. Het eten was weer helemaal top. Ik moet nu even wachten op mijn boodschappen van Picnic. Die komt zo eraan. Heb ik even gisteren, eergisteren heb ik het besteld. Die komt er zo aan. Dan ga ik even alles heel snel sorteren. En ik was echt toe aan boodschappen. Ik zeg jullie eerlijk, ik kan niet eens de tafel nu schoonmaken. Omdat ik gewoon geen schoonmaakdoekjes meer heb en zo. Dus ik ben echt blij dat het weer aankomt. En daarna heb ik dus een heel leuke afspraak. Maar daar vertel ik jullie even later wat meer over. Want ik ga morgen, ik zei het gisteren al, dat ik vandaag zou beginnen met de keto-dieet. Maar omdat ik niet aan deze afspraak was toegekomen, heb ik het toch nog een dag uitgesteld. Maar daar vertel ik je later even over. Ik sta nu voor mijn deur. Ik ga even heel snel mijn boodschappen sorteren. Ik wil eigenlijk mijn boodschappen laten zien aan jullie. Maar ik ben echt zo laat voor mijn afspraak. Dat ik eigenlijk wel moet haasten hierna. Dus dat kan helaas niet. Zoveel besteld te bezorgen nog een keer naar beneden moest lopen. Maar hier hebben we dus een tuna pizza. En die ga ik heel snel in de diepvries doen. Tomaten. Kijken. Bananen. Is dit heel een avocado, maar is het dan niet even rijk? Een paprika. Hier is dat ik echt heel erg nodig. Schoonmaakdoekjes, koffiemelk, kidneybonen, vloeibare ontstopper, pindakaas en komkommer. Blauwe bessen, granaatappelen en hoe zeg je dat? Haricots. Zo, ik dacht dat het bijna klaar was, maar dit is wel heel ernstig. En ze hebben wel echt heel goede boodschappen gedaan. Maar ik heb dus helemaal geen tijd om het nog te filmen. Ik ga het heel snel uitpakken en dan ga ik door. Zo, alles uitgepakt, is uiteindelijk een auto. Ik heb deze salade meegenomen. Het is echt een super lekkere salade. Met paprika, mais en rozijnen. En deze kan ik vandaag nog eten, want morgen kan het niet meer, omdat ik
met een keto-dieet ga beginnen. Oké, ik ga nu iets heel spannends doen. Tenminste, ik vind het spannend. Ik denk dat je het helemaal niet spannend vindt, maar ik kijk hier al 2 dagen naar uit. Ik heb eens een tijdje geleden, heb ik sapjes besteld bij Juice Express. En er waren gewoon sapjes met fruit en groenten. En die bevullen mij echt zo erg dat ik eigenlijk gewoon weer sapjes van hun wil. Maar omdat ik dus morgen start met mijn keto-dieet, mag ik die sapjes niet meer. Want er zit heel veel fruit in. En als jullie een beetje bekend zijn met een keto-dieet, mag je eigenlijk geen fruit. Ik mag eigenlijk gewoon niet meer zoveel suikers binnenkrijgen. Niet meer zoveel koolhydraten, niet meer zoveel suikers. Dus we hebben samen, ik en Juice Express, hebben samen een recept gemaakt. En ja, ze heeft mijn sapjes klaargemaakt en ik mag ze nu ophalen. Ik heb 21 sapjes nu, want ik ga 3 weken het keto-dieet volgen. En ik krijg eigenlijk vandaag mijn keto-sapjes. En zij zei al, van zij stuurde mij een berichtje van ja, ik denk niet dat je ze zo lekker vindt als de vorige. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje logisch, want ik mag er geen appel in, ik mag er geen wortel in, ik mag er bijna niks in. Ik mag er alleen avocado in, limoen en heel veel groenten. Dus het zal zeker minder smaken dan de vorige sapjes. Maar ja, ik heb hier gewoon meer zin in, want ik weet dat ik gewoon heel weinig suikers en koolhydraten binnenkrijg. En het is gewoon veel beter voor mij. En ik ben echt benieuwd hoe het keto-dieet mij gaat bevallen, want ik heb echt super goede verhalen gehoord. Dat is het. Ik ga mijn sapjes ophalen. Ik kijk er echt naar uit. En trouwens, ik krijg ook nog de shots. De gember shots. Ik ben daar echt een grote fan van. Heel veel mensen zeiden van, ja, maar ja, als je drinkt, dan ziet het er niet uit alsof je het lekker vindt. Maar ik hou gewoon van dat gevoel. Mensen die gember shots altijd nemen, snappen mij gewoon. Ik vind het echt heerlijk. Ik ben super blij. Ik heb net mijn sapjes opgehaald. Oh mijn god. Ik kan niet wachten om ze gewoon echt te proeven. Ben ik de enige die zo blij wordt van sapjes? Ik ben er bijna afhankelijk van geworden. Zo erg is het. Zo, net thuis. Ik had een doos vol met juices meegekregen. Maar ik kon ze echt niet opdoen. Dus ze waren echt vet zwaar. Dus ik heb ze even in de auto gelaten. Want ze zijn toch ingevriest. En dan ga ik ze denk ik of vannacht, als ze thuis komt van een show, het samen even ophalen van mijn auto. Of gewoon morgenochtend. Maar ik heb er wel even eentje meegenomen. Want ik ben echt zo benieuwd hoe deze smaakt. Dat ik gewoon even eentje heb meegenomen. Je ziet gewoon dat hij eigenlijk uit de diepvries komt. Maar goed, ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik ga hem straks nog even drinken. Gewoon heel laat nog. Omdat ik er zo benieuwd naar ben. Een paar uur later. Ik ga eigenlijk zo slapen. Maar ik wil deze toch even eerst proeven. Oké. Veel minder lekker dan de andere. Veel minder lekker. Het is wel te doen. Maar wel veel minder lekker dan de vorige sapjes inderdaad. Maar totaal niet vies. Dit gaat mij wel lukken. Ik proef vooral limoen en komkommer. Heel fris. Maar die andere waren echt lekker zoet. Dat moet wel lukken hoor. Ja, ik proef vooral echt limoen en komkommer inderdaad. Maar het is niet vies gelukkig. Ik ben wel echt de andere sapjes gewend. Die waren echt fucking lekker. Oké, even kort wat het keto-dieet is. Het staat voor weinig koolhydraten, veel eiwitten. Nee. Het staat voor weinig koolhydraten, wel eiwitten, vet en groenten. Het doel is dat het lichaam overschakelt van het verbranden van koolhydraten en eiwitten naar het verbranden van je vetreserves. Met als gevolg dat je afvalt. Dus dat is wat ik ga doen. Heel kort uitgelegd. Wat mag je niet eten bij een ketogeen dieet? Aardappelen, pasta, rijst, brood, ontbijtgranen. Alle zoete producten met suiker. Suiker is echt het strengste verboden. Vandaar dus dat hier geen fruit meer in mag. Nog een hele lijst wat ik eigenlijk niet mag. Ik mag zelfs geen witte bonen, geen mais, geen linzen, geen zoete aardappel, geen wortels. Dat is ook de reden waarom mijn drankjes minder lekker zijn natuurlijk. Ik mag wel heel veel vetten eten. Vis, noten, vet vlees, veel groenten, zuivelproducten en eigenlijk gewoon verder lekker veel groenten. En dat is wat ik ga doen. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten jongens. Ik ga nog even
deze opdrinken voor het slapen gaan. Niet het beste wat je kan doen, maar ik wil hem toch wel graag even opdrinken. En dan ga ik even rustig door naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje boeiend vinden. Ik zie jullie morgen weer. Doei doei!